Hey jij, welkom bij een nieuwe video. Het is de EK Show van Bahardo. Yo, wat up gasten en welkom bij deze hele speciale EK video. En vandaag spelen we tegen Denemarken. Eigenlijk kan ik dat er beter uit kunnen knippen, want ik heb een leader gemaakt waarin ik dat allemaal ook zeg, dus ja. En zeg zelf, die leader was wel heel mooi. Maar omdat we vandaag tegen Denemarken spelen, denk ik dat iedereen nog wel herinnert. WK 2010, toen scoorde Denemarken in hun eigen goal. Het was een klein foutje van de verdediger, maar ik maak ook wel eens foutjes op het veld. Zo juich ik bijvoorbeeld wel eens voor de verkeerde ploeg. Maar je kan zeggen wat je wil, maar Denemarken had wel een keer het EK gewonnen. En Nederland heeft een keer een heel groot probleem, want Joris Matthijssen zit op de bank. En in alle eerlijkheid, niemand zit graag op de bank, ik ook niet. Ach, godverdomme, weer een wedstrijd op de bank. Kan ik niet een keer van deze bank af? Wow, dit is beter. Natuurlijk denk jij nu bij jezelf, Bart, dat geloof ik toch nooit. Jij zit heel graag op de bank, want jij sport niet. Nou, dat doe ik dus wel. Oh, wat een prachtige dag. Tijd om te gaan sporten met Dylan. Hij staat niet vrij! Ah, oh, kom nou! Kom op, gast! Kom, baas! Goal! Oh, nice! Nice, man! Die omhaal! Afgelopen weken is er ook heel veel gezeik geweest over Polen en Oekraïne. Dat Oekraïne mensenrechten schendt en zo, bla bla bla. En als een vrouw nog niet eens de auto kan besturen, hoe kan ze dan in godsnaam een land besturen? Dus die mensen uit Oekraïne hebben wel ergens een punt. Heel veel mensen gaan het serieus opvatten. Het is een grap. Dit moet je niet serieus nemen. Maar ik mag als Nederlander zijn al lang blij zijn dat ik niet naar Polen en Oekraïne ben gegaan. Want mijn Engels is niet wat het hoort te zijn. Ah, kerel, heb je ook een zo'n honger? Ja man, daar heb je zin in. Stroop af. Hey, it's cool. Hey, can I have 2 frikadelletjes with some patat en doe maar 2 stroopwafels voor hem. Yes? Thank you. En aangezien Denemarken meedoet op het EK, leeft daar ook wel echt een EK-sfeer. Ik ken geen enkele speler van hun. Ik weet ook niks van het land af. Maar ik weet wel dat hun daar tenminste betere dingen hebben dan de geluksvogeltjes. De C1000 keek naar de Albert Heijn en dacht van, hey, zoiets moeten wij ook hebben. En volgens mij kan de C1000 wel iets beters verzinnen dan de geluksvogeltjes. Ik vroeg mezelf namelijk af, hoe zou dat gesprek daar gegaan zijn over de geluksvogeltjes? De Albert Heijn die wint de afgelopen EK's en WK's keer op keer. Dit moet het worden. Wat zijn de ideeën? We beginnen bij jou. Misschien kunnen we een soort van vogeltje ontwikkelen. En die... Wat is er aan de hand? Sorry, ik dacht dat ik verdroom. Maar dat we dan een vogeltje doen en die we dan overal kunnen opplakken. Oké, ik heb wel een duidelijk beeld. Ik moet denken aan een geluksvogeltje, hè? Oké, dat is duidelijk. En jij, wat heb jij voor idee? Nou ja, kijk, ik heb iets heel moois. Ik heb namelijk het geneesmiddel gevonden tegen AIDS. En voor 500.000 euro kunnen we genoeg middelen daarvan maken om Afrika te genezen. Dus C1000 schopt tegen AIDS. Iets in de buurt. Saai, kom op man, we hebben geen AIDS in Nederland. Nou, ik doe Walter Kroes en Jens erbij. Oh, bingo, die doen we jongen. Dit wordt de EK-hit. Ja, volgens mij is alles daarmee gezegd over deze wedstrijd. In principe moeten we deze wedstrijd winnen, want als we hier al punten laten liggen, dan wordt het heel moeilijk tegen Portugal en Duitsland. Maar ik ben heel benieuwd naar jouw gedachten. Wat gaat Nederland-Duitsland worden? Laat het me weten in de reacties hier beneden. En wie weet wil jij wel net zoals deze mensen een van de vette prijzen. Vorige week verloor ik namelijk prijzen. Het EK 2012 spel, een Darth Vader masker en Angry Bird knuffels die ik nu niet bij de hand heb. Laat in de reacties hier beneden jouw uitslag weten. En als je daarbij een groen duimpje geeft en geabonneerd bent op mij, dan kun je hierboven doen. Maak jij kans op een van de vette prijzen die ik volgende week heb gegeven. Dus jongens, bedankt voor het kijken, abonneren en het groene duimpje. En ik check jullie later. Bye!